Goedemiddag lieve mensen, welkom bij de vlog van ons weekendje weg. Het is tijd voor een rondleiding. Als je binnenkomt, kom je door de deur. Gisteravond kwamen wij aan. Welkom in ons huisje. Nu is het tijd om nog een ander spel te doen, namelijk weer badminton. We zijn allemaal omgekleed in andere kleding, want we gaan nu naar het klimpark in Apeldoorn. Ik heb er heel veel zin in. We lopen nu richting het klimpark en ik hoop echt dat ik mijn rugzak op mijn rug mag houden, want we willen straks klimmen. En ik wil dit eigenlijk gewoon meenemen, dan kan ik leuke beelden voor jullie filmen. Ondertussen eten we even een broodje, want het is bijna lunchtijd. En ik heb er echt heel veel zin in. Echt heel leuk dit. We dragen nu onze, onze tower, zeg maar. Oké, de eerste afdaling was de tokkelbaan. En dat was eigenlijk een soort van oefenen. Laten we verder gaan. Volgende is een touw. Zij komen er ook aan. Ik zit op de tokkelbaan en hier ga ik. Leuk hè? Ja, leuk. Echt leuk. Volgende route. Sensation. Bam. Tosi gaat op de draaiende trap klimmen. Ik heb net deze trap beklommen. En we hebben ook net gesprongen van een touw. Super leuk dit. Ik denk dat er niemand echt gevallen is. Oh, dat is ook leuk. Oh, gaaf. Oké, ga jij tokkelen? Yeah. Wij zitten nu best wel hoog en we zitten nog niet eens op het hoogste stuk. Wat vind jij ervan, Martijn? Ja, cool. Cool, hè? Totaal niet zenuwachtig. Mooi gesproken.
wat spannend zeg. Oh, de sprong er vanaf is echt eigenlijk het engste. En daarna is het gewoon heel leuk. Maar nu gaat Martijn. Wat kan jij vertellen? Het is heel eng. Wat kan jij vertellen? Ja, 4-1. Wat kan jij vertellen? Nou, gewoon doen. Gewoon doen? Gewoon doen. Het is nu tijd voor de laatste route, de zwarte route, de moeilijkste. En ik ga achterop. Celine, je kan het, bijna daar. En Michael, die is daar. Dan is Rutger en Toos gaat beginnen. Man, wat een workout is dit zeg. Ik ga deze niet vloggen zelf. Oh, dit is echt leuk. Als je van klimmen houdt, actief bezig zijn, is dit echt wat voor jou. Echt vet leuk. Je voelt je weer als een kind. Blijf je natuurlijk ook wel, vind ik. Super leuk. Oké, ik ga het ook eraan doen. Ga ik nog even eraf roetsen. En dan zijn we klaar met klimmen voor vandaag. We zijn in een auto gelopen en we deden ondertussen een paar workouts. Kom op, Martijn! Het is nu tijd, aangezien we in de auto zitten, om een beetje Capri Sun te drinken. En ik ben blij om te lezen dat het veganistisch is. Dus dat is fijn. Het is niet zero waste, maar nee. Wat eten halen, wat drinken halen. En we lopen erheen. Het is heel dicht bij ons huisje trouwens. Daar is een klein steentje. Dat is wel leuk. Dat is echt een leuk park dit. Oké, patatjes. Patatjes zijn gehaald. En nu is het tijd om die patatjes naar het huisje te brengen. En dan gaan we lekker eten. En dan hebben we een fijne avond. En ja, dat gaan we dan doen. Jij bent gek. Jij. Hey Martijn, wie is gekker? Hij of ik? Jij. Hey! Lekker patat. Ja. Yum yum yum. Lekker patat. Hey, je lijkt op een kip. Je lijkt op een kip. Zie je wel, jij bent gekker. Nee. Echt niet. Goedemorgen. Een aantal mensen slapen nog. En ik heb besloten om even broodjes te gaan halen en wc-papier. Het ruikt echt super fris en ik hoor over vogeltjes zoals jullie ook al merken. Echt top dit. Hallo. Hallo. Oh, je wilde ook op de telefoon. En toen hadden we broodjes, wc-papier en wat fruit. Want dat was hard nodig. Ik loop nu terug naar het huisje. Dus gaan we straks lekker eten. En ik kan niet geloven dat het nu al zondag is, dat ons weekendje weg er bijna op zit. We gaan nog wel wat leuke dingen doen vandaag. Nog even genieten van waar we nu zitten. Echt leuk zo'n weekendje weg. Maar even ertussenuit, even wat anders. Met z'n allen heel gezellig. Oh, en het ruikt hier echt heel fris. Het is echt heel fijn. Hier bij huisje 244 krijgen we bezoek. Hallo.
al gegeten? Of wel? Komen jullie ook? Ja? Oh, dat is schattig. Hoi. Hoi. Ja, sorry, ik ga niet delen met die broodjes, want die zijn voor ons. Ja? We hebben genoeg lekkers. Moet je alleen even zoeken. Die zou ik niet aankomen. We spelen nu... Oh, ik wou een bank op weerwolven in Bakkerdam. En het is een heel leuk spel. Dan moet je dus kijken naar je kaartje wat je bent. En dan maakt de wolf iemand anders dood. En een meisje, die kan iemand anders redden. En de weerwolf mag weer wakker worden. De weerwolf gaat slapen. Ik weet niet. Iedereen mag niet wakker worden, behalve Franka. Ik zit verder lachen. Nee, ik ben het niet. Dood, ik ben dood. Ben je dood? Ja. Ik denk Rutger. Ja, ik denk ook wel een keer. Ja, ik denk Rutger. Ja, Rutger. Ja. Want de weerwolf ging nog niet slapen. Nee. Toen kwam er net een nieuw liedje. Dus dan moet jij lachen. Ja, omdat de weerwolf gaat niet slapen, toen we een ander liedje nemen. Ik ben lachen samen te werken, ik denk meteen. Maar ik ben nu een beetje te twijfelen, misschien toch Toos. Toos wel heel erg overtuigend. Ja. Hoe ben jij 100% ben ik? Sjaba, waar? Doei. Ik ben Toos. Gelukkig wel. 1, 2, 3. Bring een Toos, 1 naar rust. 2 naar rust. Ja, allebei! 2, 3. Bring een Oh! Ja, sorry! Zie je! Moeder! Ja, dan ben je zelf thuis niet, maar. Iedereen gaat nu slapen. Jij hebt het zelf. Iedereen gaat nu slapen. Bye, Martijn. En de wereld mag nu wakker worden. De wereld gaat slapen. En iedereen mag wakker worden, behalve Selina. Selina? Selina is dood. Jij hebt hier 100% Rutger. Nee, dat wil jij hebben. Nee. Anders heeft ze sneaky wat ook. 100%. Jij bent het. Serieus. Nee, jij bent het. Je hebt best niet te lachen om het vaak van het begin af aan. Nee. Jawel. Nee, doe mij niet. Jij hebt een mooie... smoesje met de muziek. Ja, dat is een lijf. Slaat nergens op. Jij bent het. Nee. Jij bent het sowieso niet. Stel maar aan. 1, 2, 3. Ja! Hij is een masker. Ja! En hier spelen ze nog een potje badminton. Nadat wij een potje hebben gespeeld van het spel dat we net hebben gespeeld. En straks gaan we hardlopen. Woe! Oh, dat was best wel een echo toen ik dat zei. Selina en ik hebben per ongeluk een beetje gematcht. Want we hebben allebei een tanktop aan. En onze tanktop matcht onze schoenen. Kijk maar. En onze sokken matcht onze schoenen ook nog. Dus ja, goed bezig. Fashionable en fit. Ik heb fantastic aan. Zijn we begonnen met hardlopen. Nou, ik ben er klaar mee. Twee rondjes hier omheen in het zand is echt vet zwaar. High five. Goed gedaan, man. Ik was al moe. Na twee rondjes. Martijn en Franka zijn echt super bezig met badminton. Ze hebben ook een heel record. Alleen even kwijt wat het was. Wat zei je? 180 kilo.
180. Nee, dat gaat niet. Frankie. Frankie is. Maar jij zou opa. Ja. Oh! Ons weekendje weg is nu bijna voorbij. Maar het was heel leuk. Franca, in één woord, wat vind je ervan? Top. In één woord, wat vind je ervan? Super. Ja, tof. Top, vakantie. Hé, hey, dat waren twee woorden. Wacht. Oh, ja. Ik ga wel even naar het schip. Nooit meer. Dat zijn twee woorden. Goud. Goud. Michael. Kan je even kutten? Ja. Even nadenken. Ontspannen. Doei, jongens.